Ja, gaan we dit echt doen? Of 60? Ja. Gaan we dit echt doen? Ja. Oké. Sleutelbaan, 1 op 100. 1 op 100, dat ziet ze voor sleutels een echte in het water gooien. Eén keer, ja? 3, 2, 1, 25. Oh. Ik ben al zo snel weg in Duitsland, ze hebben hier gewoon die hele deur eruit gewold. Hoi, mees. Hoi. Duitsland! Yeah. Ja, ik voel me anders niet zo comfortabel dan als ik aan het kakken ben. Hoe is dat? Oh. Wat is dit? High five! Oh. Wow, dit is vet, hé! En wat een weer erbij! I'm not happy! Wat is dit voor Zwitserse traditie om 7 uur 's ochtends met toeters en bellen door de straten te gaan? Mees, wat is dit? Ja, ik weet het niet. Oh, kijk, het is een kudde. Het is wel een kudde, zie je? Welkom in Zwitserland, waar ze om 7 uur 's ochtends met alle koeien gaan lopen. Gelukkig zijn we vroeg gaan pitten, dus dit is echt cultuursnuiven voor ons. Goedemorgen. Goedemorgen hoor. Hier al bijna pijn aan je oren, laat staan voor die koeien zelf. We hoorden dit vanochtend vroeg ook al een keer. Ik heb elkaar aangehaald, de wekker nu al. Zo, het is echt hard hè. Waarom hebben ze een bel om? Omdat ze kwijtraken in de berg of zo. Kun jij ze opzoeken? Ja. Het is letterlijk gewoon puur vast ze kwijtraken in de berg. Welkom in de Duitse Alpen. Mees en ik gaan op pad. Een wandeling van 8 uur. Oké. Misschien hebben Mees en ik ons een klein beetje vergist in de afstand en in de grofheid van dit parcours. Stond heel duidelijk bij via de app waar we het in doen. Pas op, hoge conditie vereist en nogal is dit voor ervaren klimmers en lopers. We zijn nog niet eens op de helft. We zitten nu op 2000 meter en we zijn al 5 uur onderweg. En we moeten nog ongeveer 5 uur. Ja, we moeten nog ongeveer 5 uur. En dit stuk, naar de top waar we nu zijn, hoorde max 3 uur te duren. Hebben we dus 5 uur over gedaan. Het was wel allemaal bergopwaarts. We moeten nu nog een stukje bergje opwaarts staan. Dit is echt, we hebben ons zo belachelijk hierin vergist. Het enige spannende wat zo is, is dat we over sneeuw moeten lopen. Ja, en zelfs op plekken als dit, jongens, zijn de koeien aan het grazen. De zon breekt ook door. En hier staat toch een stier te grazen. What the fuck? Ja! Ga je dit ding afdoen? Nee, waar moeten we nou heen? Het pad loopt hier ook dood. Nee, daar zo. Doe eerst even dit dan, anders ook nog belletje de hele tijd. Ja. Zeker ook op tijd aan de bel als het niet goed gaat. Ja, ga ik zo staan. Help, 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 help. Het klote is ook, het is niet echt bepaald de snelle weg terug of zo. En ik moet poepen al de hele tijd, dat is niet normaal. Ja, dit is te gevaarlijk, denk ik. Meestal durf niet verder. Eén misstap en je jankt gewoon. Goed, dit stuk door de sneeuw helemaal zo. Maar wacht, hoe gaan hun? Ja, hun zijn ook gewoon aan het klimmen, die mensen in het blauw daar. Die klimmen gewoon. Maar ik ben bang dat ik uitglij. Hoe ben jij er zo goed gekomen? Ja, ik heb veel meer profiel onder mijn berg. Ik weet niet of ik dit ga durven, man. Ja, je moet het zelf aangeven. Want als je heel bang gaat zijn, dat gaat alleen maar tegen je werken. En dit is nou niet echt het moment om te zeggen, ja, we gaan door. Je moet wel veilig blijven. Ik bedoel, kijk, als je hier valt. Dit moeten we niet doen, maat. We hebben ook geen stokken. We nemen heel vaak risico's. Maar je glijdt hier één keer uit, ben je echt dood, hè? Typisch Don en Mees weer. We beginnen aan iets, heel enthousiast. En we zien het wel. En dan eindig je zo. We hebben een andere route gevonden, Hinterstein. 2 uur en 3 kwartier lopen. En dan komen we langs dat huisje. En ik hoop dat mijn kring spiert houdt tot die tijd. Van deze berg komen we nu af. Hey, Don, lukt het? Daar staat de auto, hier. Daar staat die. Mees, hoeveel uur hebben we erover gedaan? 8. Wat hebben wij ons vergist, zeg. Wat hebben wij ons vergist? Maar het is insane. Ik ben gewoon helemaal, hoe noem je dat? Even. Ja? Nee.
Ja. Helemaal naar de klote. Ik ook. Ook te weinig drinken mee. Te weinig eten mee. Geen zonnebrand. Ja, joh. Geen stokker. Allemaal ontberingen. En we hebben het toch geklaard. Niet de originele route, maar we hebben het wel geklaard. 8 uur. Het is net als het leven, weet je. Pieken en dalen. We hebben ze allemaal gehad vandaag. Goh, en mijn benen. Goh. Ik denk dat ik vanavond in een massagebed lig, maar lig meestal zo naast. Ik ben echt zo busy vandaag. Ja, ik heb denk ik gewoon honderden scheten. Ik heb denk ik 100. Ik denk dat je echt ruim de 100 gehaald hebt. Ruim. Ik denk dat de luchtdrukverschil gewoon veranderd is. Deze kruipte ze al maanden niks meer door corona. En ik. Nee! Ik zit alleen nog in zijn stam. Jongen. Ik dacht dat ik een beetje verbrand was, maar Mees die heeft zijn tanktop nog aangelopen. Nee, oh, je gaat koorts krijgen vannacht, man. Dus die rugzak, dit is de tanktop echt exact gewoon de tanktop. Nee, ze wil zeggen alles. Toen ik... Heb ik geen rand in mijn nek dan? Oh, man. Jij... Is het echt? Ja. Val mee tot bij mij. Dat valt wel mee, kijk. Ik kan het niet zien, mijn nek. Oh, en mijn nek is erg, ja. Oh! Hey, meester, je gaat douchen, die heeft die tanktop uit. Ja, is goed. Oh, dit is... Loop je te schijten, hè? Nee! Nou, ik ga even kijken bij Ok, hoor. Die zit al zo lang in de sauna. Die zit zichzelf volgens mij helemaal weg te stomen. Jemig, wat is dit, joh? Okke! Wow! Okke? Yo, waar blijf je nou? Je is al een derde! Okke, waar ben je nou? Hartstikke leuk zo'n sketch opnemen, maar kijk wat Ok hier vindt. In de sauna een perfect rond klein bolletje waar wespen in gaan. Kijk, dan hoe ze dat maken. Het lijkt wel nep of zo. Kun je dat gewoon pakken en naar buiten gooien? Ja, dan kom je maar op een manier achter. Mijn moeder weet het wel. Ik ben blote handschoen. Ja, nee, ik ga hem er echt niet uithalen. Ik ga het nee, nee, dat wil ik niet zeggen. Oh. Jij bent mijn blote hand, ik ben met handschoen. Okay. 3, 2, 1. Nee, ik had handschoen. Oh ja. Ja, ja. Ah. Ja, dan moet ik wel bij vertellen dat hier in mijn schuur zat er niks meer in. En in deze wel. Ik heb er net nog een wesp in zich gehad. Maar dat weet ik nog niet. Ja, dit is ook met staal erin. Het is wel dat ik gestoken. Hey. Hey. Oh, kut. Oh, kut. Nee, ik sta erop. Dat worden ze agressief van. Oké. Ja, sorry. Dat, ik ja, sta er niet op. Oh, kut. Nee, nee, nog niet. Ging je dan echt opzij? Deed je ja, nee, nee, per ongeluk. Ik zweer het je. Ik ging op ongeluk opstaan. Oh jee, yeah, yeah, daar is hij, daar is hij! Ja, hij gaat terug. Nee, hij mag niet terug. Hij mag niet terug. Maar ik weet. Ja, ja! Oh, ik had hem! Ja! Ja! Oké, 3, 2, 1. Hey! Hoe je zo'n pop. Hey! Oh, hier zat ik helemaal niks in. Nou, dan weten we ook gelijk hoe dat eruit ziet van binnen. Oh. Dat is best te groot, hoor. Ja, je wil echt geen wespennest in je tuin hebben. Die hebben we al een keer gehad onder het dak. Wil je hebben? Nee. Jouw nest vind ik genoeg. Jan arriveert voor de deur. We gaan eens even vragen wat hij ervan vindt dat ik ga verhuizen nadat hij 2 studio's hier heeft gebouwd. Godverdomme. Ja. Ben je nou zitten filmen? Ja, ik ga zitten filmen, Jan. Heb jij hier nou gewoon 2 studio's gebouwd? Gaat die verhuizen? Ik ga verhuizen. Of ga jij verhuizen? Nee, Okke. Of Okke. Oh, we gaan heen, Okke. Ik ga weer terug naar mijn ouders. Ga je naar thuis of naar te huis? Hé, dus je wordt aangezet eigenlijk hier zo. Nee, joh, ben je gek. Nee, Okke gaat mee verhuizen. Ga je daar een konijn ook bij dan, of niet? Kippok. Kippen. Oh ja, kippen eigenlijk. Wat? Elke dag lekker verse eitjes, hè? Ja, een vlucht of niet? Dat worden fijne uitsmijders, hè? Wat? Als je eitje pelt, zie je in één keer dat gezicht van Okke. Joh, als Okke zijn ei maar kwijt kan. Maar Jan, in mijn nieuwe huis heb ik kamers over. Ik ga natuurlijk wel die panelen terugbouwen. Hoe ga je dat doen dan? Op het 1 seconde, lijn. Ja, dan ben je zo klaar. Ja, ik heb ruim 2 jaar ervan kunnen genieten. Het is leuk naar een nieuw huis. Moet je er ook zorgen dat het een nieuw design is. Met dezelfde panelen. Kijk, Okke gaat ook mee. Die gaan we ook niet veranderen. Ik zou het best wel willen. Wat zou je aan hem willen veranderen, Jan? Een paar goede borsten erop. Hou op, man. Hey, Jouw begint te stotteren, hè? Ja, nou ben ik bang. Wat zou jij aan Jan veranderen, Ok? Karakter. Wel heel veel geprobeerd. Je haalt de woorden uit de mond van zijn exen, denk ik. Ja. Oh, knip dat even.
Heb je er zo over nagedacht, geslachtsverandering? Heb jij er al zo overwegen om... Ja, ik heb het al een paar keer gedaan. Het is net met zo'n fotocamera, kun je ook een andere lens opzetten. Dit halen we hier los, hier zit een schroefje. En dan halen we hem eruit hier. Oh ja. Kijk ook, misschien leer je nog wat van Jan, let op hè. Nou, ik zie het al helemaal niks. Maar dan is het al.